In woonwijk De Watertuinen in Maasdijk ligt een schattig speeltuintje. Leuk voor de kleine kinderen, maar niet voor de wat grotere jongens als Luc. Luc wil daarom dat de gemeente op het lege grasveldje ernaast twee voetbaldoeltjes neerzet. Dinsdagavond komt de 12-jarige Luc naar het gemeentehuis, waar hij inspreekt. Daarvoor ben ik de deuren langs gegaan om te vragen wat mensen ervan vinden. Iedereen was heel enthousiast. Er zijn ook heel veel jongere kinderen en die kunnen daar dan ook gewoon lekker spelen. En dan weten ouders gewoon dat ze lekker dichtbij zijn. Maar liefst 54 handtekeningen verzamelt Luc en overhandigt deze aan de wethouder. Maar die heeft slecht nieuws. De locatie is omringd door gevels en geparkeerde auto's. En dat ervaringen op een vergelijkbare locatie laten zien dat dat veel overlast kan veroorzaken als je daar doeltjes zou, of doelen zou plaatsen of een trapveldje van zou kunnen maken. Ja, jammer. Ik dacht dat ze het wel leuk zouden vinden. Maar ja, ik snap het ook wel met al die auto's eromheen en zo. Nou, deze buurvrouw zette ook haar handtekening en is verbijsterd. We worden als slaven behandeld hier zo. Ik vind het gewoon heel triest hoe zo iemand achter het bureau gaat bepalen wat de vrijheid van een mens mag zijn. Het argument dat er auto's rondom het grasveld staan gaat volgens de buurvrouw niet op. Ja, iedereen heeft hier een auto en alle mensen hebben hier ook getekend voor dit. Die hebben ook allemaal een auto. We hebben hier prachtige parkeerhavens. Als er een balletje tegen een auto komt, wat voor schade kan dat brengen? Helemaal niks. Toch gooit wethouder Kobi Gardien, die wegens verhindering van wethouder Leen Snijders zijn plaats innam, de deur niet meteen dicht. Ik begrijp jullie enthousiasme. Ik begrijp ook dat het in de buurt een heel gewenst iets is. En ik zal toch vragen om daar nog eens een keertje naar te kijken. Ik hoop dat het lukt, maar ik weet het niet. We gaan ervan uit dat het lukt.